Grote maatschappelijke uitdagingen vragen om een grootschalige aanpak. In het NWO-programma Perspectief ontwikkelen wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties innovatieve technologieën. Dit maakt Nederland koploper op deze terreinen. Het ministerie van Economische Zaken en de betrokken bedrijven investeren ruim 30 miljoen euro. De komende jaren gaan een kleine 100 onderzoekers aan de slag. Het programma heet Wearable Robotics en dat zijn robots die mensen fysiek kunnen ondersteunen. Binnen het programma richten wij ons op 3 toepassingen. Mensen met een verlamming, kinderen met spierziekten en werknemers die zichzelf eigenlijk te zwaar belasten. 40% van het ziekteverzuim komt door de overbelasting van het spier-skeletsysteem, dus minder ziekteverzuim. Het EDL-programma heeft als doel deep learning eenvoudiger en makkelijker toegankelijker te maken voor het bedrijfsleven. Als voorbeeld gebruikt hier een auto. Het doel van deep learning is om beter beelden te leren herkennen, zodat je geattendeerd wordt. Hé, er is een voetganger die oversteekt, zodat je bijvoorbeeld veiliger kunt rijden in je auto. Met ons onderzoek gaan we Nederland helpen om meer te bewegen en vooral gezonder te bewegen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een sleeve met sensoren van de elleboog, waarmee we de hoek van de elleboog kunnen meten. En een krachtsensor in het racket kunnen we bij mensen meten hoe ze precies de slag uitvoeren. En of dat leidt tot een tenniselleboog, en vooral ook bij mensen die al een tenniselleboog hebben, of ze hun slag kunnen verbeteren zodat het niet terugkomt. Ons programma richt zich op de 3D-printen van grootschalige metaalstructuren. Een voorbeeld is een scheepsschroef die net is gebouwd door Ramlab. Het voordeel van zo'n methode is dat we minder materiaal gebruiken en dat we dat sneller kunnen maken ten opzichte van een gegietstuk waar we eerst een mal moeten maken. We will develop microbial processes for the conversion of waste gases that are produced, for example, by the steel industry. With these gases, we'll produce chemicals. These chemicals can be used to replace fossil fuels. For this, we collaborate with a number of companies and technical groups. We hope to contribute for the circular economy and also to reducing the CO2 emissions. Onderzoek meten aan kleine nanostructuren die bijvoorbeeld op chips voorkomen, zoals ASML die chip maakt. Bij die golflengtes kan je geen optiek meer bouwen. Dat je via een computer een synthetisch beeld gaat maken, dat wordt lensless imaging genoemd. Eigenlijk gaat de impact van dit project zijn dat we de wet van Moore verder enabelen.